Groot. Yo mensen, welkom bij deze nieuwe video hier op Groot. Nou, zoals jullie kunnen zien ben ik eindelijk weer een video aan het maken. Het is Black Ops 3 Zombies. En ja, we gaan gewoon beginnen. Alright, eerste ronde altijd knijven. Want het is nog een insta-kill deze ronde. Meestal knife ik de tweede ronde ook. Dus let's get knifing. Knife, knife, dood. Knife, knife, dood. Alright. Aard, ronde 3. Dus ik heb nu genoeg om dit te openen. Power aan, daar is de box. Daar is de pack-up punch. Alright, als jullie je trouwens afvragen waarom je helemaal geen geluid hoort als ik aan het schieten ben. Voor een of andere reden heeft deze M1911 geen audio. Als ik niet dood ga, hè. Oké. Okay. Ik weet niet wat daar gebeurde, mijn V-knop wilde niet werken. Maar, maakt niet uit, ik heb het overleefd. Godverdomme. Oké, dit zijn de slechtste die je kan krijgen. In deze ronde zijn ze nog wel te doen. Maar zodra je bij een ronde komt die niet ronde 4 is. Je kijkt hiernaar. Het is gewoon, ze zijn kut. Ik heb niks tegen dual wield wapens. Maar deze specifiek zijn gewoon heel oe. Domme, oké. Deze is ook niet zo heel goed. Kom op. Yes! Kijk, nou hier kan ik mee werken. Want deze is gewoon niet zo heel goed. Het enige wat er niet goed aan is, is de reload. Dus ik moet zo snel als ik kan, moet ik speed cola hebben. Dat kost 3k. Oké, dus dat ga ik eerst kopen. Mijn sterbentje. Witte. Dank je. Dank je, sir. Oké, het is al rond de 6. Dus dan kan ik nu wel... De laatste keer was ik bijna bij 130 of zo. Toen begon mijn grote verveling, dus toen ben ik gestopt. Maar ik ga kijken hoe ver ik kan komen. Oh, kut. Ik heb nog helemaal geen revive gekocht. Die moet ik wel hebben. Anders wordt het wat moeilijker om heel ver te komen. Dit is waarom speed cola, mensen. Zeker. Ik wou trouwens eigenlijk een multiplayer potje op gaan nemen. Daar gewoon wel multiplayer. Maar ik kon geen game vinden. En dat vind ik eigenlijk heel verdrietig. Want ik weet nog de eindeloze grind met Arijn om zo ver mogelijk te komen in de multiplayer. En nu is het gewoon bijna helemaal dood. Het is very sad. Kut, kut, kut. Dit gaat minder goed. Dit gaat minder goed. Als op de basisschool zouden zeggen elke keer dat je in de scheld wordt gezegd, dan zeg je minder fijn. Nou, dit is minder fucking fijn. Oh, nee. Boom. Dankjewel. Kaboom. Ik wil eigenlijk wel zullen nog hebben. Ik wist nooit dat je dat daar kon kopen, joh. Alright, dus we hebben nu... Speed Cola. Revive. Juggernaut. Dan wil ik die perk daar kopen. Dus die ene waar, ja, dus Double Tap Root Beer. Die wil ik kopen en ik wil ook packen. Packen puntje. Dus ik wil proberen alles. Alles te krijgen. En ik moet op een gegeven moment even die HG40 inruilen. Want die is dus echt bagger. Gun.
Nou, weet je wat? Hij heeft snelle reload, dus je kan er wel iets mee. Oh. Jew cookies. Dit is toch best een leuke speelstijl. Ik weet nog dat heel veel mensen dit op de multiplayer rijden. Oké. Okay. Maar dit is eigenlijk alleen leuk als je speed cola hebt. Anders duurt het reloaden 2,5 uur. Oké, okay, maar dit ding is wel zo meteen leeg. Ja! Haha, bitch! Ik moet even omhoog wrijven. Max ammo. Oh, kut. Boom. Dit gaat heel goed. Ik weet trouwens vrij zeker dat je dit ding ook kan pakken, puntje. En dat wil ik heel graag doen. Oh mijn god, dat kan. Ja. Ik wil dit ding. Ik moet dit ding pakken, puntje. Maar trouwens, het moet. Het is verplicht in de staat der Nederlanden om een XM53 te pakken, puntje. Nee, maar serieus, ik wil deze echt heel graag pakken. Over de hel. We hebben bijna de held. Dus ik heb nou eindelijk ook weer wat ammo van mijn dingen. Dus dat is chill. Oh jezus. Ik ben niet eens aan het mobbelpad dan ook. Ik heb gewoon heel erg veel geluk. Let's go. Geef. Hilarical incidences. Yo, dit ding heeft nu 2 fucking rounds. Het geluid is eerlijk een klein beetje minder. Hoe heet het? Minder satisfying, maar dat maakt niet uit. Ik wil dit hebben. 2K. Oké, dat is beter goedkoop. Ja, dankjewel. Ja, ik heb plezier. Oké, ik heb nog maar. Oh jezus, 11 rounds. 10 rounds, oké. Ja, als ik zo meteen even die double tap root beer pak, dan heb ik ook weer wat aan mijn machine gun, want dan kan iemand sneller schieten. Alright, dit klinkt als een goed moment om dubbel tap reaper te pakken. Ja, nu schiet hij lekker. Alright, dat is Speed Cola, Revive, Juggernaut, Root Beer. Daarachter is ook nog Mule Kick, maar ik weet eigenlijk niet wat dat doet. Maar ik koop het toch maar, want... Oh jezus, waar ga ik anders mijn geld eruit geven? Ik moet deze trouwens ook nog pakken, puntje. Oh jezus. Oké. Okay. Die is oud. Die is fucking oud. Over op handgranaten. Ja, dit is gewoon blijven fucking schieten. Totdat ik weer eens een keertje een. Hoe heet het? Max aan elkaar. Oh, wat ik wel nog weet. Ik kan het met die World War. Heb ik natuurlijk ook de panzerschrek die ik kan krijgen uit zo'n box. Dat is bekut, jongen. Als je daar probeert wat ik met deze doe, zeg maar zo dicht bij je voet te schieten, ben je fucking dood. Oh, Jesus. Ja, daar ligt wel iets. Ik wist het. Not the most useful as of right now. Maar altijd het. Oh, kut. We hebben zo meteen letterlijk 0 ammo. En dat
kinders is helemaal niet iets goeds. Je moet een fucking grapje maken. Godverdomme, zit ik met een fucking HVK 30 pip, zo. Ik haat die fucking beer zo erg. Deze beer is niet eens zo heel erg slecht. Wat is dit? Eigenlijk Gula, dat dacht ik al. Ik kan net zo goed direct gaan pakken. Verlassen die kikker. Hij verlassen die kikker. Oké, hier hebben we de box. Oh nee. Oké, deze gun is nog best goed. Nou, gezien het feit dat ik nu alles heb wat ik zou willen, toch even kijken of ik iets van een regen kan krijgen. Nee, ik hoef geen fucking reveal. Fuck off. Wat ik wel moet is Max Emma. Ja, ik ga er gewoon nog één openen, fuck dat. Daar ga ik wel gewoon winnen. Nee, want ik weet nog dat hij heel slecht was. Hij is wel sick, maar ik weet nog van de laatste keer dat ik hem gebruikte, dat dat ding echt gewoon pure... Oh nee. Soa's was. Oh nee. Ik wil geen Gramidia. Oh. Nee. Oh jezus. Dit zijn een beetje veel zombies. Gewoon richten op ooghoogte. Zo chill. Gutsje, Black Ops 3. Oh jezus. We hebben gewoon nu op recoil. Dus als ik gewoon blijf even op ooghoogte... Oh, nee. Dan pak ik gewoon de chaos. Oké, okay, dit ding is nu ook al bijna oud. Ik ga wat Max Ammo nodig hebben, jongens. Dus als je me heel even zou kunnen gunnen, dan zou ik het dus echt gewoon... En dan krijg ik dit. Verdomme. Zou ik dit kunnen pakken, puntje? Oh. Oké. Okay. Ja. Ik heb geen eens een full fucking magazijn voor dit ding meer. Oké, okay, hij is leeg. Ja, nou zit ik godverdomme hierbij. Oh! Nee, kut. Oh, ziektes. Ach. Ja, en daar gaan letterlijk allemaal fucking perks. Heel fijn. Oh, nu krijg ik max ammo. Zakken dik. Nou ga je me godverdomme iets goed schrijven. I'll take it. Nee, I won't take it. Ik wil iets fucking goeds. Geef me iets goeds. Ja. Oké. Okay.
Okay, man. Ach, fuck, ik pak hem dan ook maar meteen. Einstein. Dit potje gaat heel kut voor mij. Nou wil ik ook speed cola ook. Deze game is echt niet te spelen zonder speed cola. En ik wil Juggernaut. Hoe vaak moet ik zo'n motherfucker schieten voordat hij dood is? Ik wil zeker weten Juggernaut. Nou, ik heb in ieder geval deze bad boy. En ik wil een fucking revive. Nou, dat was de laatste revive. Dus ja, we're gonna have to deal with it, I guess. Fuck sakes. Ik kan deze gun wel repacken, dus misschien moet ik dat... Ja, even optieven. Misschien moet ik dat maar doen. Oh, nee. Maar even, deze gun is zo slecht. Ik ben zo fucked. Ik krijg alleen maar shitguns. En wat wil deze game van me? Dit is het meeste fucking pech wat iemand ooit in één fucking potje heeft gehad. Ik zweer het. Ja. Fuck dit. Fuck dit. Ik kreeg de stem. De sniper. De stem! Dank je, moeder. Ik word hier echt agressief van. Oké, ik ga multiplayer spelen.